Het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, en het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP hebben gisteren de 7e gezamenlijke milieustatistieken publicatie gelanceerd. Het gaat om een gezamenlijke activiteit waarbij tegelijkertijd wordt voldaan aan het CARICOM-programma in zaken sociale, gender- en milieustatistieken. De launch had plaats in de banquet hall van Hotel Torarica. ABS-directeur Iwan Snow overhandigde daarbij de eerste exemplaren van de publicatie aan enkele geselecteerde notabelen en dataverschaffers. Het doel van de publicatie is te voorzien in milieudata over verschillende onderwerpen en het bijdragen aan een solide basis voor besluitvorming. Ook is de publicatie er om de publieke bewustwording omtrent het milieu te bevorderen. Volgens ABS-medewerker Anjali de Abreu Kizunsing, die de statistieken presenteerde, moet de publicatie ook aanzetten tot onderzoek, zowel nationaal als internationaal. De Abreu Kizunsing gaat in op enkele resultaten vanuit de publicatie. Een grafiek uit hoofdstuk 2, de gemiddelde maandtotalen van de neerslag, millimeters in Suriname. Bron was meteodienst. Hier kan je zien dat de warmste maand september is en de meeste neerslag in de periode mei voorkomt. Dan heb je grafiek 3.3, totaal aangekomen toeristen. Bronvermelding is Stichting Toerisme Suriname. Grafiek 4.1, aantal verzekerde motorrijtuigen 2011-2015. deze data is dus afkomstig van de Centrale Bank en verkeer- en vervoersstatistieken. Grafiek 5.1 is data van het BOG, geeft dus het totaal aantal gemelde malaria, dengue en leptospirosis gevallen aan. Jullie kunnen dus zien dat malaria is, leptospirosis is afgenomen, malaria is ook afgenomen in 2015 althans. We hebben in deze publicatie ook, voorheen werden alleen deze drie indicatoren gemeten, maar we hebben Zika gevallen en chikungunya gevallen dit keer ook verzameld. UNDP-vertegenwoordiger Armstrong Alexis is blij dat zijn organisatie gelinkt mag worden aan de milieustatistieken publicatie van Suriname. Want, zegt hij, een van de uitdagingen voor de ontwikkelingslanden is het ontbreken van gedegen data voor het maken van beleid en het nemen van besluiten. It is no secret, ladies and gentlemen, that over the years, meeting after meeting, workshops after workshops, seminars after seminars, we hear of the same complaint, and that is no data is available. There is an absence of data. Social statistics in particular do not seem to be available for policy formulation and decision making. Therefore, we view this exercise as one in a process that will allow us as UN to continue supporting development in Suriname by ensuring that decision-making, policy formulation are based on sound empirical evidence. Suriname's gift to the world is its environment. And as UN, we would like to continue supporting you to ensure that the contribution made by Suriname will have this lasting impact of global significance. UNDP-vertegenwoordiger Armstrong Alexis. Hij sprak gisteren bij de launch van de 7e milieustatistiekenpublicatie, een samenwerking tussen het ABS en de UNDP.